Ja, laten we maar eerst even met de deur naar huis vallen, want we missen nogal wat spelers. Tanane zie ik ook niet. Nee, klopt. Die was ziek, dus die heeft een programma binnen. Maar moeten we ons daar voor morgen nog zorgen maken? Ja, dat is wel iets waar we naar moeten kijken, ja, want hij is een paar dagen ziek geweest, dus we moeten kijken hoe dat gaat. En dan nog even terug naar afgelopen zaterdag. Weer geen winst thuis, maar een gelijkspel tegen Fortuna. Dat was toch wel teleurstellend. Ja, de teleurstelling was zeker groot. En terecht ook, denk ik. Ze zien hoe wij, niet dat wij een grote eerste helft speelden, maar ze zoveel open kansen creëert, ja, en dan nul maakt. Ja, dat is wel frustrerend, ja. En ja, er zijn gewoon die wedstrijden thuis die je moet winnen. En we winnen al zo moeilijk thuis. En ja, dan moet je jezelf ook vooral zo'n eerste helft belonen. En dan maken ze natuurlijk wel een wereldgoal. Maar goed, dat zou je net zien, hè. De wet van Murphy. Ja, als je het zelf niet doet, dan gebeurt het aan de andere kant. Ja, doelpunten. Die kwamen er niet, ondanks een aantal kansen. Train je daar dan extra op deze week? Nou, dat doen we eigenlijk elke week wel. Maar we hebben natuurlijk wel richting Fortuna ook daar extra aandacht aan besteed. Nou, dat hebben we ook weer teruggekeken. En dat hebben we deze week ook gedaan. En ik ben er nog steeds van overtuigd. Als we deze wedstrijd 10 keer spelen, winnen we hem 9 keer. Maar dan moet je wel scoren. Dan vrijdag FC Utrecht uit. Een ploeg die ook een wisselvallige start kent. Nou, het is wat jij zegt. Hè. Die zijn ook nog niet zo ver dat ze iedere ploeg compleet van de mat afspelen. Hebben veel nieuwe spelers gekregen. Dus zijn ook nog in ontwikkeling met een team. Ja, ik denk dat het voor ons ook weer zaak is dat we proberen gewoon ons spel te spelen wat we kunnen en aan de bal goed proberen te zijn. Daar komen ruimtes. Nou, en daar moeten we nog beter mee omgaan als tegen Fortuna. Alleen, we zullen ook rekening moeten houden dat Utrecht thuis speelt. Dus ze zullen ons ook onder druk willen zetten. Alleen, daar hebben we ons op voorbereid. Vrijdag zit er ook weer een bomvol uitvak, want er gaan zo'n 1200 supporters vanuit Nijmegen mee. Dat moet toch een boost geven. Die support en die ongelofelijke steun die we krijgen van de supporters, daar ligt het zeker niet aan. Nee. En dat waarderen we ook zeer. Weet je. Dat is gewoon fijn als je in een stadion zit en je hoort je eigen publiek. En als je in een uitstadion zit, dat is gewoon fantastisch. Daar zou het zeker niet aan liggen. De wedstrijd is vrijdagavond natuurlijk weer live te volgen via de radio bij RN7.